dwars door het veld heen, door de stiltegebieden heen. Ja, daar hebben wij echt moeite mee. In Puiflijk willen projectontwikkelaars 4 zonneparken gaan aanleggen. En bij deze zonneparken moeten ook struinpaden komen die mensen kunnen gebruiken om de natuur te verkennen. IVN vindt dit echter niet zo'n goed idee. Ja, daar hebben wij toch wel enige bedenkingen bij. Je moet zien, er is nu een stiltegebied. Jullie kunt ook achter mij zien de mooie groene weilanden die er zijn, waar eigenlijk nooit iemand in vertoeft. En ja, dat willen we eigenlijk graag ook zo houden. En zodra je dus daar wel ook struinpaden, wandelpaden gaat aanleggen, ja, dan is die stilte weg, vooral als mensen nog een keertje daar de hond gaan uitlaten. De mens is in dit geval niet het grootste probleem voor de natuur. Ja, een hond in de natuur, dat kan heel goed, maar een hond moet je aangeleind houden. En dat is het grote euvel in Nederland. De baasjes vinden het super om een hond te laten loslopen. Dan snappen we volledig dat dat ultieme gevoel van vrijheid is. Maar ja, die hond die gaat wel door het gebied heen. En ja, met name dus de kwetsbare soorten als weidevogels, de gele kwikstaart, andere boerenlandvogels, ja, die vinden dat absoluut niet prettig. En dat is het probleem. Ja, die hond die jaagt ondertussen al een hoop op, terwijl het baasje dat helemaal niet in de gaten heeft. IVN ziet de struinpaden dus niet zitten, maar heeft op zich niets tegen de aanleg van de zonneparken. Wij hebben liever dus de zonneparken zonder paden. En als er dan een pad heel noodzakelijk erbij moet, leg hem dan langs een straatkant. Nou, als aan die kant dan een pad ligt, dan worden wij niet erg warm of koud van. Maar ga je echt dwars door het veld heen, door de stiltegebieden heen, ja, daar hebben wij echt moeite mee.